Hey, ik ben Glim van SLV. Waarom gaat de elektronische voeding in mijn armatuur stuk? In veel armaturen, zoals bijvoorbeeld TL-bakken, zit een elektronische voeding of een elektronisch voorschakelapparaat, EVSA. En die kan defect gaan. En dat gebeurt meestal in situaties waarbij er sprake is van een schakeling met een elektronisch relais. Bijvoorbeeld in situaties met een tijdschakelaar of met een sensor zoals een bewegingsmelder of een schemerschakelaar. Die elektronische relais schakelen de achterliggende schakeling niet volledig potentiaalvrij, waarbij er altijd een lekspanning overblijft. En die zorgt ervoor dat jouw elektronische voorschakelapparaat defect gaat. Het wordt daarom ook afgeraden om verlichting met een EVSA te schakelen op basis van elektronische relais. Je wil altijd ervoor zorgen dat de primaire zijde wordt geschakeld en niet de secundaire zijde. Dat klinkt misschien best technisch, dus als je daar niet uitkomt, vraag dan aan jouw lichtspecialist wat je moet doen. Heb je meer van dit soort vragen, kijk dan ook naar de andere video's of ga naar hulpbijverlichting.nl.